De voorbereiding zit erop. Uh, als eerste even vooruitblikken op het komend weekend. Uh, hoe staat het er met de personele uh, ja, spelers voor? Uh, op zich staat het er wel goed voor. Ik denk dat we uh, toch wel over de meeste kunnen beschikken. Uh, dus wat dat betreft. Uh... Wat dat betreft, qua aantallen, daar zullen we wel uitkomen. Want afgelopen weekend vielen Appie Haroui en Adil Al Awesar uit. Die zijn uh, gewoon fit? Die zijn gewoon fit, ja. Ah, dat scheelt. Ik denk dat, uh, waar we, die we er zeker niet bij hebben, is, uh, is Tom Beugelsdijk. Ja. En Reda Garshoes, volgens mij. En Reda, ja. Die is uh, ietsje langer eruit. Ja, klopt. Hoe ga ik hier verder terug op de voorbereiding? Uh, nou, over het algemeen uh, een, een vrij rustige, normale voorbereiding. Qua spel uh, moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, gevoelsmatig stonden we er vorig jaar uh, net even iets beter voor. Uh, we hadden nu uh, door omstandigheden toch wel een aantal jongens die ook andere zaken aan hun hoofd hadden. En, uh, ja, en dat, dat is inherent deels aan de, aan de transferwindow, maar ook uh, deels inherent aan, uh, aan, uh, aan de voorbereidingen. Dus wat dat betreft zou je als trainer daarmee om moeten gaan. En, en, en ik moet ook zeggen dat op het moment dat het om het echt gaat, dan, uh, dan staan spelers er vaak wel, dat heb ik wel gemerkt de afgelopen jaren bij, uh, bij Sparta, dat zij die knop wel uh, wat dat betreft om kunnen zetten. Merk je dat deze week ook dat die knop omgezet is richting Utrecht? Ja zeker, maar ook bij ons als staf. Kijk, we hebben ons vooral gefocust, uh, het eerste gedeelte op, uh, of het grootste gedeelte op uh, het verhaal in balbezit. Maar we beseffen heel goed dat we tegen een, een ploeg gaan spelen die al uh, de afgelopen zes jaar in de top 6 eindigt. Dus in potentie een, een betere ploeg is. Uh, ook zeker als je kijkt naar de ranglijst de afgelopen periodes. Uh, dus we beseffen heel goed waar we weer tegen gaan spelen. Maar ook, uh, ook vorig jaar hebben we het Utrecht behoorlijk moeilijk kunnen maken. En, uh, en dat moeten we dit jaar ook weer proberen. Neem je nog iets mee uit die wedstrijd? Want er was natuurlijk, je was heel dichtbij een gelijkspel. Thuis pakte je daadwerkelijk dat gelijkspel. Uh, ja, wat dat betreft wat je zegt, vorig jaar waren de verschillen heel klein in die uh, confrontaties. Ja, ik snap best wel vaak dat, dat, dat mensen, supporters of, of, of pers en media, dat ze van ons sprankelend en, en flitsend voetbal willen zien. Maar de realiteit is, is dat uh, niet voor niets een ploeg als Utrecht hè, uh, steeds een behoorlijk een eind boven ons eindigt. En vorig jaar was het iets minder dat verschil. Maar wij zullen weer alles erop moeten zetten om, om dat verschil weer zo, zo klein mogelijk te krijgen en, en te houden. En dat wordt, uh, dat wordt een hele pittige opdracht. Uh, de transferwindow duurt nog een week of drie. Verwacht je nog dat er iets bij gaat komen? Of wordt het vooral toch de selectie die er nu staat? Nou, ja, ik heb wel de hoop. Ik heb natuurlijk al een paar jaar uitgesproken naar de club toe dat ik vind dat je aan de voorkant je zaken op orde moet hebben. En dan kan je wel kijken, ja, rond de winterstop. Maar uh, wat mij betreft moet er nog eigenlijk minstens één, het liefst twee erbij. Of dat mogelijk is, ja, die vraag moet je echt aan Henk stellen. En, uh, maar ik kan alleen maar duidelijk aangeven dat ik, uh, dat ik hem op dit moment wel uh, uh, wat smalletjes vind. Uh, en dat het heeft deels te maken met, met kwaliteit, maar ook deels met, uh, met kwantiteit. Uh, maar goed, we zullen zien de komende weekjes nog of we uh, uh, nog voor een verrassing kunnen zorgen. Wat voor jou ook de komende weken gaat uh, gebeuren, ook op het einde van die transferperiode... is dat je voor het eerst je, je, je duo-baan uh, ingaat als assistent-bondcoach. Is dat iets waar je heel erg naar uitkijkt? Uh, ja, eigenlijk wel. Verschillende manieren, omdat... Uh, Kijk, het grappige is dat heel veel mensen uh, op het moment dat dat gebeurt, die gaan over je praten. Die heeft zo'n mening, die heeft die mening. Daar komen er allerlei facetten bij, tot zelfs kleur. Ja, ik ben daar totaal niet mee bezig, omdat ik weet waarom ik, waarom ik het doe. En ik snap ook dus echt wel waarom mensen gaan, uh, gaan, gaan speculeren dan wel hun mening daarover ventileren. Uh, dus die respecteer ik wel zeker hoor. Alleen, uh, ja nogmaals, ik weet de ins en outs. Ik weet hoe ik hier werk en ik weet ook waar ik het voor doe. Uh, volgens mij heb ik de intentie uitgesproken en ook daarnaar gehandeld om uh, langer bij Sparta te blijven. Omdat wij, uh, eigenlijk waar we mee begonnen bij Sparta, uh, Stee, als ik praat dan over Van Stee en mijn persoon, dat we stapsgewijs met Sparta omhoog willen. Uh, en dat is nog steeds het allerbelangrijkste doel. En alles wat ik kan uh, uh, oppikken om mezelf ook te verbeteren, uh, dat kan ik niet laten. Uh, los van dat het een eer is om voor het Nederlands elftal uh, in welke vorm dan ook uit te komen. Uh, maar voor mij uh, snijdt het mes aan twee kanten. Ik denk datgene wat ik daar ga opsteken, ga leren, van in mijn ogen een van de betere, uh, uh, ook op dit moment de, de beste trainer, ja dat, dat is iets wat ik voor mezelf hè, heel graag mee wil nemen richting Sparta. Uh, ik denk dat we allemaal ons kunnen verbeteren en dat geldt, uh, dat geldt zeer zeker ook voor mij. Je noemt de kleur, dat is inderdaad, uh, dat is besproken. Geeft dat voor jou nog? Want je bent natuurlijk hier al jaren bezig, je hebt goede stappen gezet met Sparta. Uh, je met de carrière aan het opbouwen. Dan krijg je uh, een enorme, mooie baan aangeboden. Geeft dat dan nog een soort vieze nasmaak? Omdat het op die manier toch de erkenning uh, minder wordt voor sommige mensen? Uh, nee, nee, eigenlijk geen, geen, geen nasmaak. En, en nogmaals, heel veel dingen kan ik, kan ik soms zelfs een beetje. Uh, uh, ja. ...mee omgaan, omdat... Uh, ...dat is ook uh, nou eenmaal... ...de maatschappij. En, 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 maar aan de andere kant, voor mij... ...is het geen issue, is nooit geweest in mijn leven. Ik respecteer... ...verschillende culturen, ik, ik respecteer... ...verschillende geloven... Uh, uh, ...gewoontes. Ja, ik heb dat nooit eigenlijk gehad, ik ben daar nooit echt mee bezig geweest. Dus voor mij is het geen issue. Uh, dus, dus boeit het me ook niet echt... ...wat mensen daarover zeggen. En sterker nog... ...ik vind uh, dat heel veel mensen... ...om mij heen gelukkig... Bezig zijn met die diversiteit in verschillende vormen. Dus uh, de mensen die steeds dat uh, bespreekbaar maken, en ik ook daar weer steeds in mee moet, uh, dat geeft veel meer aan hoe kortzichtig zij, denk ik, staan in het leven. Want uh, dit is nou eenmaal het leven: dat je die diversiteit hebt, en zeker hier in Rotterdam West. En dat is ook misschien de reden waarom ik zo graag hier ben. Met mijn staf, met mijn spelers, omdat die diversiteit bij ons nooit leidt tot dit soort issues. Dus uh, nee, voor mij is het totaal geen, geen probleem als mensen het erover hebben, want het raakt mij niet, het, het houdt me niet bezig. Uh, hooguit als een vlieg die steeds op je, op je komt. Maar de diversiteit is natuurlijk juist ook wel iets heel moois wat bij Sparta wordt neergezet, waar al jaren boven. ...verwachting wordt gepresteerd met een groep die heel divers is... ...en zich blijkbaar ook allemaal goed genoeg voelt... ...om steeds contracten te verlengen en bij de club te blijven. Ja, absoluut. En, uh, nogmaals, wat ik al zei, bij ons is het geen issue. Maar ik weet ook bij het Nederlands team is het geen issue. Dus ja, voor mij was het daarom totaal geen reden... ...om, uh, om daar uh, negatief over te denken en te handelen. En ik nogmaals, ik besef me heel goed... ...dat uh, de doemdenkers... ...die zijn al bezig met het verhaal van... ja, hè, ...stel dat het bij Sparta minder gaat... ...dan ligt het automatisch daaraan. Nou, dus moet ik... En ook uh, ik vooral hier en uh, daar met z'n allen uh, en vooral uh, de bondscoach moeten zorgen dat we niet in die situatie komen. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat de, de zaken die ik daar leer en opsteek, die ga ik heel goed kunnen gebruiken hier, uh, hier bij Sparta. En dat is in principe, je hebt natuurlijk al een uitdaging voor jezelf neergezet omdat je door het vorige seizoen de verwachtingen hoog zijn. Nu neem je er een uitdaging bij, maar die ga je blijkbaar gewoon uh, niet uit de weg. Nee, nee, dat zit, in, dat zit niet in mij. Omdat, uh, nogmaals, als ik de veilige weg had gekozen, dan staat het zelfs los van het Nederlands elftal. Want dan had ik nu al eigenlijk moeten zeggen tegen Henk van, ja maar Henk, ik ben bang. En daar zit ook wel een gedeelte, die angst, dat ik niet heel veel beter kan. En zeker als je gaat kijken naar de, naar de context. We hebben niet de mogelijkheden om meer spelers te halen. Sterker nog, alle ploegen, dus ook Sparta, of heel veel ploegen, maar zeker Sparta, die hebben er niet meer geld bij gekregen. Ik heb niet meer de mogelijkheid om, uh, om heel veel meer spelers erbij te halen. Dus de uitdaging is, wat mij betreft, nog wat moeilijker geworden. En zeker in relatie tot het verwachtingspatroon dat we. Gecreëerd hebben. Maar daar zijn we ook deels trots op. En we hebben een fantastisch gevoel overgehouden aan vorig seizoen. en de beleving van onze supporters op het moment dat het kon. Hè, na de uitwedstrijd. ik meen, Herenveen. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, kijken we daar weer heel erg naar uit. Om, om dat weer te delen met onze supporters. en de steun te krijgen. met name bij, uh, bij thuiswedstrijden. Maar uiteindelijk, als je als met Sparta als lange termijn wil groeien. dan kun je dat toch ook niet zonder uitdagingen aan te gaan uh, kun je nee, bereiken? Ja, soms is het heel, uh, heel moeilijk om uh, dat realisme wat ik heb of wat wij hebben uh, uit te leggen aan degene die met hun hart en hun ziel bij de, de club betrokken zijn. Feit is, de begroting is min of meer hetzelfde gebleven. Sterker nog, we hebben niets noemenswaardig verkocht, dus ook die gelden kunnen we niet uh, benutten om ons uh, uh, te versterken. Dus we zijn uh, gelukkig wel, uh, hebben we het gros van de spelers kunnen behouden. Uh, en zaak zal zijn degenen die we erbij gehaald hebben, dat die ons weer een, een stapje hoger op helpen, en de spelers die, uh, zoals bijvoorbeeld Laros De een uitstekend voorbeeld is, dat die zich weer iets meer ontwikkeld heeft en, en wellicht een basisspeler zou kunnen worden over een langere termijn. Zondag voor het eerst in anderhalf jaar met uitpubliek op de tribune. Volgende week wordt uh, de stadion voor twee derde gevuld tegen Iraklis. Is dat iets waar je wel heel erg ook naar uitkijkt uh, met Sparta dit seizoen? Ja, het is een extra dimensie. Hè. Goed of slecht spelen. Uiteraard willen we goed spelen en willen we scoren en willen we het publiek vermaken. Dat geeft wel een fantastisch gevoel. En je weet ook dat aan de andere kant geeft je weer het gevoel van hey, ik moet beter en ik zal beter uh, moeten presteren. Maar ik kijk ernaar uit Utrecht, vind ik een fantastische club, fantastisch publiek. Ik heb daar twee jaar mogen spelen. En wat mij betreft nog steeds een van mijn favoriete plekken waar ik geweest ben in Nederland. Uh, maar Sparta op dit moment voor mij is fantastisch. Uh, zeker ons thuispubliek als het dadelijk helemaal vol zit en weer mag gaan zitten. We moeten het nog even doen met iets minder qua aantallen. Maar, uh, maar we kijken er zeker naar uit om weer onze supporters uh, ja, ook bezig te zien. Dat er weer een le leuk geklapt wordt, niet uh, te lang bij de Sparta-mars. Ja, fantastisch. Ja. Uit volle borst gaan we meezingen met z'n allen dit keer. Doe jij mee? Ik denk dat we dat wel gaan doen, ja. Ga dat wel eisen? Nou, dan gaan we volgende week in de gaten houden. Dan. <laughs> ja. Succes. Oké, okay, dankjewel.